Hoi, hi. Goedemorgen. Goedemiddag is het. Het is goedemiddag. Maakt niet uit. Ik heb een doosje van de Boosie Shop. Een heel leuk, roze doosje. Met wat dingetjes besteld. En um, gaan we even laten zien. Ik pak het even samen uit. Ik heb het uit de plasticjes gehaald, maar nog niet uit de doosjes. Ik ga ook niet zwart of zo. We gaan het gewoon laten zien. Dit is de Miracle Balm van Revolution Pro. Um, ik, ondertussen doe ik even mijn bril op, want dan kan ik het ook netjes voorlezen. En gooi ik iets op de grond. Um, ik ben wel fan van die Miracle line. Ik heb de foundation... Nee, niet de foundation. Ik heb de uh, day cream, ik heb de eye cream, ik heb het serum. En ze hadden nu van die Miracle balm... Van Miracle ook een balm. Moisturizer. Nou, ik ben, ik ben benieuwd. Ik ga het gewoon proberen. Ik... Uh, en dan heb ik van de nieuwe update van Essence de HydroGel Eye Patches. Dit zijn er 30. Nou, ik ben benieuwd. Ik gebruik dit niet elke dag hoor, maar toch zeker wel twee keer per week. Dus uh, ja, nou, ik ben benieuwd. Dan heb ik een nieuwe kleur. Dit is de kleur. 020 Nude Obsession van de Scandalous Matte Lipstick van Catrice. Dit is ook een nieuwe seizoensupdate, maar uh, die heb ik al laten zien. En ik heb al eentje, dat is volgens mij de 030. En ik heb nu de 020 erbij gekocht. Dan heb ik van Essence de Thick and Wow Fixing Brown Mascara en Voluminizing Powder Fibers. In caramel blond. Ik weet. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ik gebruik nooit. Ik, alleen oogpot, uh, oogpotlood. Wenkbrauwpotlood. En eigenlijk niet zo heel veel van dit soort spul. Dus nou, een keer proberen misschien. Dan heb ik. Uit de Essence Update. De Tinted Kiss Hydrating Lip Tint. In de kleur. 2,02 Marvelous. Marvelous? Nou, gek woord. Um, nou, ben benieuwd. Dan heb ik uh, een ook uit de nieuwe update. Maar een cuticle trimmer met een trimmer en een bokkenpootje eraan. Gewoon omdat ik die nodig had. Ik heb uit de nieuwe Catrice update het kwastje, dit is met een kwastje en een spons applicator. Echt heel random. Maar ik vind het heel... Ik heb er al namelijk al eens. Ik vind het een heel fijn kwastje. Dus ik heb hem nog een keer besteld. En dan heb ik van de Catrice Update uh, een brow scissors. Omdat ik, ik trim heel graag Dennis zijn wenkbrauwen, neushaar, oorhaar. Dat soort dingen. En ik gebruik een nagelschaartje wat van mijn moeder is geweest. Nou moet je weten dat mijn moeder overleed in 1991. Eh... Uh, dus dat is wel een behoorlijke tijd geleden al. Uh, dus het werkt wel een keer tijd voor een nieuwe. Ik heb van de Catrice Update ook de eyeliner gekocht. In de kleur Roasted Nuts. Ik weet niet, ik ben niet zo'n eyeliner persoon. Maar ik wilde het toch een keer proberen. Dan heb ik van Catrice. Limited Edition Beautiful You a Pumping Lip Gloss. In Beautifully Strong. Het neigt mij iets te oranje naar mijn smaak, maar er was niet heel veel keuze, zeg maar. Ik heb van de nieuwe Essence, ik ga gewoon door elkaar hoor. Uh, de nieuwe 8 Hours Liquid Lipstick. Mat, comfortable en kissproof. In de kleur. Hallo? Welke kleur ben jij? Langhoudende vloeibare lipstift die niet afgeeft. Ja. Nou, dit is een van de lichtste kleuren. Dat weet ik wel. Maar er zit geen stickertje op met de kleur. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou. Uh, dan heb ik de Luminous Eye Tint Liquid Eyeshadow. En die heb ik volgens mij. Ja, hier. Alle drie. Dus dan heb ik hier even kijken. Shimmering Taupe. Dan heb ik hier dazzling rose. En dan heb ik hier gleaming charm. Nou, ben benieuwd. Dan heb ik van de nieuwe Catrice Limited Edition Beautiful You Cream to Powder Worth It. De kleur Worth It. Het is een cream to powder blush. Die hoort dan bij die lipgloss. Ik heb van. Van wie is die? Ah! Van, van Essence. Uh, waterproof, Long Lasting. Dit is uh, een eyeliner. Maar dit is zeg maar Silky Nude, heet deze kleur. Dit is voor in mijn waterlijn. En ik heb tot slot uh, zo'n brow stick van Catrice. En die heb ik al. Maar ik heb nu de kleur Soft Blond gekocht, omdat het best een flinke kleur is, denk ik. Ik weet niet. Ik heb nu de, de middelste kleur. En ik vind die pennen heel fijn, die sticks. Dus ik dacht, ik, ik probeer deze kleur ook even. En als ik het gewoon niks vind, dan gaat hij naar iemand die blonder is als ik. En dan uh, komt het wel goed. Dus uh, um, nou, dit zijn nieuwe producten om te proberen. Dus die komen binnenkort in een video.